Het is groen. En jij bent hem. Nee, hij is hem. Nee, het is groen en jij bent hem. Oké. Moet ik eerst op 10 tellen of gaan we gewoon zo beginnen? Nee, ik bedoel... Kermit de Tikker. Ja. Ken je hem al? Nee. Ja, ja, dat begreep ik wel. Maar wie is de Tikker? Nee, kijk. Het is groen. En het zit in de achtbaan. Oh, Kermis de Kikker. Ja. Ja. Maar die kennen je wel, toch? Nee. Oké. Het is groen, maar op 1 voorwaarde. Ker. Mits hij een kikker is, natuurlijk. Wat is het nou? Je kent ze gewoon al. Nee, helemaal niet. Oké, maar waarom geef je het antwoord dan? Je stelt toch een vraag? Nee, ik vertel een grap. En zeg maar, als jij het antwoord geeft, dan kan ik de grap niet maken. Kijk, de zinsconstructie doet lijken alsof het een vraag is. Het is groen en het heeft nog zijn hele leven voor zich. Wat is het? Ja, maar dan hoor jij dus te zeggen, nou, en dan zeg ik, Kermit het kikkervisje. Nee. Ja. Nee, juist niet, want ik wil de grap maken, snap je? Dus het is groen en het is Chinees. Dan zeg jij. Nou. En dan zeg ik, kel met de kikkel. Nee. Ja. Nee. Nee, kijk, het is groen en het komt 1 keer per jaar. Je moeder. Kerstmis de kikker. Ja. Nee. Het is groen en het zit naast je lever. Kermilt de kikker. Ja. Nee. Het is groen en het heeft een enorme mond. Ker Mick Jagger. Ja. Nee. Het is groen en als je ziek wordt in Amerika, dan ben je blij dat het er is. Obamacare. Mint de kikker. Ja. Nee. Het is groen. Het is groen en het glijdt van een giraf. Kermikkertje dap. Ja. Robbie, het is groen en het heeft zijn arm gebroken. Het is grijs en het vliegt tegen de wind in. Wat? Ja. Nee. Rob, kijk, hij stelt een vraag en dan moet jij het antwoord geven. Ja? Dus de vraag is, het is grijs en het vliegt tegen de wind in. Het antwoord is... Spookrijger. Exact. Oké, het antwoord is zalm. Nee, kijk. Het is groen. Het is groen en het heeft zijn arm gebroken. Het is blauw en het zwemt in een emmer. Een smurf in een zwembad. Nou. Nee, Polle, zo werkt het niet. Het is groen en het heeft zijn arm gebroken. Dan zeg jij. Nou. Nee. Kermit Tella de Kikker. Ja. Nee. Snap je het nu? Oké, het is groen, kalend en het heeft net een nieuwe sportauto gekocht. Kermit Life Crisis de Kikker. Ja. Hé, een gedraaid ruitjesmotief, hè? Dat zijn toch eigenlijk gewoon blokjes? Het is groen en het zit op je broodje falafel! Kermit de kikker ert! En het is besneden! Kermitswa de kikker! En het is vergeetachtig! Oh, Kermit de... Kermit heeft een spraakgebrek! Kermit de kermit! Oké, luister. Kermit de maat, de kermit! Oké. Kermit de maat, de merget! Oké. Kermit de kermit! Kijk, je zegt 2 keer kermit. Dat is gek. Kermit de bermkip. Kermit de bert, de bergtip. Kermit de bergop. Kermit de kermit. Bergtip. De kermit. Oké, de kermit. Oké. De kermit. Kan ik als iets ervan zeggen? Kijk, het gaat om dat ik... Oké, luister, kan ik als nu één... Eén kans nog. Oké, jongens, kan ik alsjeblieft 1 grap maken? Ja. Tuurlijk.
Oké, het is groen en het stinkt. Nou. Een dood padvindertje. Omdat padden en kikkers zijn natuurlijk aanverwante soorten van amfibieën. En omdat padden meestal bruin zijn en kikkers groen. En zeg maar, padvinders hebben ook van die tenuutjes aan, diezelfde kleuren, weet je wel, bruin en groen. En het woord pad zit ook in het woord padvinder, dus daarom is hij dubbel. Hallo, wat leuk dat je dit filmpje hebt gekeken. Ik ben trouwens Benny van Herman in een bakje geitenkwark. En ik zou het heel leuk vinden als jij het heel leuk vond. Dan, en je wilt bijvoorbeeld naar een theatervoorstelling komen kijken. Want we spelen natuurlijk in het theater. Nou, daar was dit filmpje ook uit. Naar onze derde voorstelling, of misschien wel onze vierde, ik weet niet hoe lang dit filmpje blijft bestaan. Dan verschijnt er nu hier een link waar je op kan klikken naar onze website en dan kan je daar kaartjes kopen. Dus het zou super leuk zijn als je zou komen kijken.